De afgelopen dagen werd het al wat kouder en het lijkt erop dat dat het komend weekend nog gaat doorzetten. Betekent dat dat we nu alsnog een echte winter krijgen? Weerchef Frans Schaler. Langzaam maar zeker komt er een einde aan een periode van wat zachter weer in deze januari maand. In de loop van deze week bereikt ons koudere lucht. Dat is het meest interessante weerpatroon voor deze dagen. Koudere lucht vanuit het noorden, noordwesten, later noordoosten. Dat gaat vrijdag en zaterdag gepaard met buien, regen, hagel, natte sneeuw en later ook droge sneeuw. Mogelijk zelfs zaterdag een intensivering door een langstrekkende storing. Daarna klaart het op en krijgen we een paar dagen vorst. Dat zal overdag temperaturen rond het vriespunt opleveren. In de nacht lichte tot matige vorst. Of die kou gaat doorzetten medio volgende week, ik denk het niet, maar we wachten het af.